Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go van maandag 28 januari. Vandaag met voetbalanalist Sjoerd Mouzou. En uiteraard hebben we het met hem over de historische klassieker van gistermiddag, waarin Feyenoord met maar liefst 6-2 van aartsrivaal Ajax won. Sjoerd, je was in de Kuip. Kon jij je ogen geloven? Nee, het was ongelooflijk. Het was echt geweldig. Ja, dit was een klassieker die... Die hoort echt in een rijtje van legendarische wedstrijden. Het zomercarnaval van Rotterdam werd in januari gevierd. Ja, die was wel redelijk blij. Ja, dat wou je het wel zeggen, ja. En vandaag is hier bij ons ook de enige echte Dries Roelvink, die we natuurlijk kennen, ja, als Dries Roelvink. Maar ach, je blijft altijd mijn kind. En jij mijn vader en mijn vriend. In voor- en tegenspoed blijf ik toch van je houden. Ja, Dries, wat moest jij gisteren doen? Je moest de boel redden op het Rembrandtplein, geloof ik, hè, met een optreden. Ik weet niet wie dit bedacht heeft om mij vandaag hier naartoe te halen. Want ik heb geen leven hier natuurlijk, nee. Nou, we hadden op iets heel anders gerekend natuurlijk toen je uitnodigde. Toen wisten we nog niet dat was dit te wachten stond. Nee, dus ik heb op het Rembrandtplein gezongen. Nou, erger kan bijna niet. Ja. En de dag ervoor zeiden ze nog, we gaan op een groot scherm kijken. En na de wedstrijd, dan spring jij het podium op en dan gaat het gebeuren. Dus ik zat vanmiddag voor de beeld. Ik denk, wat moet dit worden? Bij 5-2 dacht je al, ik zie geen nood vandaag. We gaan het er zo over hebben. In een woning aan de Jan van der Heijdenstraat in de Haagse wijk Laak heeft gisteren een grote explosie plaatsgevonden. Een van de 10 slachtoffers lag ruim 8 uur onder het puin. En rond middernacht is hij bevrijd. Verslaggever Peter Boende in Den Haag. Peter, hoe hebben ze de man onder het puin vandaan gekregen? Nou, we kunnen wel spreken van een spectaculaire operatie dat het geweest is. De brandweer heeft uiteindelijk de hulp ingeroepen van de USAR. Dat is een speciaal team dat vooral wordt ingeroepen bij aardbevingen bijvoorbeeld. Of orkaan Irma van een jaar geleden op de Cariben. En nu dus hier, want ze moesten die man van 28 onder het puin vandaan krijgen. Dat hebben ze gedaan door middel van een reddingshond. Die hebben ze een portofoon meegegeven en zo konden ze verbinding krijgen met die man. Die was aanspreekbaar. Uiteindelijk is hij met een graafmachine hebben ze het grote vuil weggehaald. En heeft de brandweer eigenlijk steentje voor steentje het laatste puin weggehaald. En konden ze de man bevrijden. En is hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Zo. Ja, jij staat nu. Hoe is het met die man? Weet jij dat eigenlijk? Het wordt niet bekend hoe de man er verder aan toe is. In de loop van de avond werd wel bekend dat het ernstiger was dan het aanvankelijk leek. Hoe het hier nu is, ja, je kan het wel zien. Het is nog steeds één grote ravage. Vanochtend werd er al, de eerste bezem gingen al over de straat. Maar dat hield de politie al gauw weer tegen. Want vandaag moet ook het onderzoek beginnen naar hoe deze explosie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Want dat is nog een groot vraagstuk. En voor de rest weten we ook dat de eerste bewoners vandaag ook alweer terug hun appartement in kunnen. Maar dat zullen niet de bewoners van de appartementen zijn achter mij. Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt. Inderdaad. Dankjewel, Peter. Studenten die geld lenen tijdens de studie hebben vaker last van psychische klachten dan niet-leners. Ja, heb ik ook. Ik heb ook een schuld van hier tot gisteren gelopen. Psychische klachten te over. Bijna de helft spreekt zelfs van emotionele uitputting door financiële stress. De resultaten komen uit het eerste onderzoek naar de invloed van het nieuwe leenstelsel op studenten. En daar gaan we dan. 27 januari 2019 zal voor de aanhang van Feyenoord de geschiedenis ingaan als de dag dat Ajax de Kuip uit werd geveegd. Een week na de afgang tegen PEC Zwolle wonnen de Rotterdammers overtuigend met 6-2. Een overwinning die zelfs de grootste optimisten niet zag aankomen. Sjoerd Mouzou is bij ons. Sjoerd, waar hebben we naar zitten kijken gisteren? Het was een ongelofelijke vertoning. En Feyenoord was natuurlijk fantastisch. Enorm van genoten van Persie en Toorstra. Echt geweldig gespeeld. En Ajax was dramatisch gewoon. Echt ongelooflijk. Ja, gelijk even over Van Persie. Die liep daar rond alsof hij op een schoolpleintje aan het voetballen was. Ja. Die kleine, hele subtiele tikjes die hij gaf om eigenlijk die hele Ajax-defensie lam te leggen. Het was echt prachtig om te zien. En dan doen we allemaal heel enthousiast. En dat is ook terecht deels over die nieuwe talenten enzovoort. Maar dan zie je zo'n grijze vos. Precies, 35 jaar. En die doet dat eigenlijk met 2 vingers in zijn neus nog. En dat was echt schitterend om te zien. Ja. Ik vond het een mooi moment toen ze voor de rust naar binnen gingen. En toen zag je die mensen op de tribune. Dat deed je nog even eerder op je theater. Ja, een beetje op Dirk Kuyt. Toen stond het nog maar 3-2, hè? Dus het was helemaal nog geen gelopen koers, hè?
Maar hij was overtuigd. Het was overtuigd. Ik weet niet, is het misschien iets extra's dat boven komt in het team wanneer ze tegen Ajax moeten in de kamp? Dat is wel een beetje de keerzijde. Ja, kijk, Feyenoord is zo wisselvallig dit seizoen. Tegen PSV hebben ze het eigenlijk ook laten zien, een helft, een beetje op deze manier. Ja. Maar dan verliezen ze weer uit van PEC Zwolle, dan lijkt het weer helemaal nergens op. Dus dat is wel toch wel een kanttekening. Kijk, het is bekend dat Feyenoord, dat die wedstrijd tegen Ajax, dat hij redelijk leeft. In Rotterdam. En dat zag je nu ook wel terug. Maar ik vond nu voor het eerst in jaren dat ze het ook een beetje onder controle hadden. Het is vaak zo opgefokt in die Kuip. En die spelers laten zich daar zo in meeslepen. En nu was het precies goed. Ja. En, het werd even angstig stil, hè, na die 1-0, hè, die vrije trap van Schöne. Ja, het werd angstig stil in de Kuip. Maar na die 1-1 voelde je van... Toen kwam het los. Zullen we even luisteren naar een reactie? Tony Villena, daar valt nog wel wat over te zeggen. Ik ben blij, maar ik ben ook cool. Je wint vandaag, maar je moet weten dat je gewoon met beide benen op de grond moet blijven. Ik denk dat we ons gewoon weer moeten focussen op volgende week. De Excelsior uit. En dan kijken we wel verder. Hoe lang was het nou geleden? Ja, je bent eindelijk weer een wedstrijd van Ajax. Na 7 jaar ben je weer een wedstrijd. Ik ben wel cool. Ja. Ja. Je had de fijne directie naakt in een polonaise. Maar kan dit ook het Van Bronckhorst effect zijn? Nu dat ze weten dat hij weggaat, dat ze denken, kunnen we eindelijk voetballen? Nou ja, ik denk dat het eerder andersom is. Het zou een Van Bronckhorst effect kunnen zijn, maar dan eerder nog... Vanuit een gedachte van laten we die trainer nog eens een mooi afscheidscadeautje geven, toch? Dat is een romantischer idee. Ik denk dat Gio, ik denk dat hij echt na gisteren heeft zitten denken van oké, nu heb ik echt alles gedaan wat ik wil doen met het team. Ik heb 5 prijzen gewonnen en ik heb Ajax een VG de pan in de Kuip gegeven. Een beetje bijna alles bereikt wat hij wil bereiken, toch? Ik denk het ook. Ik las een reactie dat hij had gezegd, ik heb van tevoren de spelers verteld, speel een wedstrijd die de mensen nog jaren zullen onderhouden. Dat is meer dan gelukt. Dat is zeker gelukt, geloof ik maar. Even de man van 90 miljoen? Ja, de man van 90 miljoen. Die man is er eentje fijner kopen kan. Vroeger ook hoe hij tegen de wedstrijd aankeek. Frenkie de Jong. We beginnen echt heel goed zelfs. Maken 1-0. We hebben echt kansen op 2-0, 3-0. Dan missen we dan, dan wordt het 1-1. Er is in principe niks aan de hand. Maar dan doen we hele andere dingen. En dan zie je dat wij heel kwetsbaar zijn als we anders doen dan normaal. Ja, vooral fout staan. En dat is niet de verdediging, dat is gewoon het hele team. En normaal was dat juist een van onze krachten. Dat we hoog stonden, dat we hem gelijk weer terug hadden, weer konden aanvallen. En nu doen we dat heel slecht en dat is wel kwalijk. Ja, het team wat er stond voor de winterstop is niet meer het team wat er na de winterstop staat. Nee. Is dit uit te leggen, te verklaren? Dat is een makkelijke vraag, ingewikkeld antwoord. Nou ja, wat je wel erover kunt zeggen is dat Ajax heeft gewoon, als het erop aankomt, te weinig teamspelers. Dus er zijn weinig jongens die in de eerste plaats aan het team denken. Ze hebben heel veel individueel goede voetballers. Maar ze hebben niet zoals PSV en Luc de Jong en Hendricks en Rosario en Swaap. Het zijn toch allemaal jongens die Ajax-jongens dan. Die toch op het moment dat het moeilijk wordt een beetje voor zichzelf gaan lopen voetballen. Ook Tadić en Ziyech, dat zijn de grote jongens die het elftal dan bij de hand moet nemen. Zakken compleet door het ijs. Het middenveld stortte volledig in. Toornstra er iedere keer overheen. Ja. Villena iedere keer eroverheen. Dus dat was wel... Maar je zag het ook in de duels. Ik bedoel, Feyenoord pakte alles op het middenveld, joh. Ja. Het was echt... Het leek echt alsof ik zat te kijken naar de wedstrijd van een eredivisionist tegen een soort zesde klasse amateurclub. En Frenkie liet zich ook volledig uit het spel halen. Binnen 10 minuten liep hij al tegen die scheidsrechter te zeiken. En dat ging maar door. Ja. Op een gegeven moment stonden ze al in de rust. Stond heel dat Ajax elftal om die scheidsrechter heen. Wat was dat? Die waren boos over een vrije trap. Die hadden ze net genomen. Toen floot hij af voor rust. Dat ergens. Persie die had iets gedaan. Die lachte erom. Die onderbrak het. Als je mij vraagt, moeten de spelers van Ajax vooral boos zijn op zichzelf. Maar ja, alle analyses en columns over de klassieke lezen uiteraard vandaag bij ons in de krant. De meeste mensen gaan op huwelijksreis na het jaarwoord. Maar dit stel gaat in plaats daarvan volgende week 7 marathons lopen op 7 continenten. Ja. Zo. 294 kilometer mogen we af gaan leggen in die 7 dagen. Bijna rond de wereld, hè? Maar we vliegen af en toe met een ommerretje. Het vliegtuig moet wel tussenlandingen maken her en der, dus Nou, dit is niet zo leven nog lang en gelukkig. Ze leven nog lang met heel veel blaren. De kentekenverzameling van Daan Tanis uit Middelharnis is iets uit de hand gelopen. Die verzameling is nu naar schatting zo'n 7600 kentekenplaten. Eerst zelf verzamelen op sloperijen. En later, toen internet kwam, ging je via internet
zoeken naar platen. Verzamel jij, behalve zwembroeken? Ik heb dit nog nooit gezien. Dit zijn dingen die jullie hier behandelen allemaal. We behandelen alles, jongen, echt waar. Het is voor ieder wat wil zien. Zo zijn wij. De zogeheten koude klauwenrit trok gisteren veel bekijks. Maar misschien wel voor het laatst. Den Haag wil ze uit de stad weren vanwege de vervuiling. Ik heb mooie stikken laten maken. Want als u uw kroeg niet meer mag rijden, wat gaat u dan doen? Dan gaan we hem elektrisch maken. Ja, zo'n modelletje mag niet verloren gaan. Het is zo mooi esthetisch. We hebben speciale benzine nou, een speciaal spul erin. Die dingen roken niet meer, dus het is gewoon onzin. Nou, de leeftijd van de deelnemers gaat het sowieso niet al te lang meer duren. Dus laat die mensen gewoon lekker doorgenieten. Ja. De hele video zijn te zien in onze app. En na een spectaculair afgelopen jaar in Paradiso vindt Dries Roelvink het de hoogste tijd om alle grote poppodia af te gaan in ons land. De zanger is er helemaal klaar voor met zijn eerste officiële clubtour die dezelfde naam heeft als zijn bekende hit. Ja, ja, ik kom eraan. Als het mag breed, trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. Ja, je begint helemaal te swingen. Ik kom in de buurt hier in Den Haag. Zo. Ja, waar sta je hier in de... Baard. Baard. Oh, het paard, ja. Het is in Den Haag. Ja, Troje. Mooi. Ja, ik bedoel, ja, ik ken het. Ja, absoluut. Maar je hebt even... Laten we even bij het begin beginnen. Gewoon Paradiso uitverkocht. De poptempel van Amsterdam. Als Amsterdammer. Ja. Hoe is het om daar binnen te komen? Nou, het was heel moeilijk om binnen te komen. Ja. Ik liep er al 3 jaar mee in mijn hoofd. Dat ik dacht, waar zou ik nou eens iets leuks willen organiseren? Ik kwam uit Amstelveen, uit een theater. Een redelijk saai theater. En toen dacht ik, Paradiso, dat is het. Ik heb een mail gestuurd. Ik heb zelfs een keer aangebeld. En uiteindelijk zeiden ze, nou, ik weet niet of dat past. Dries Roelvink in Paradiso. Dus het is niet het eerste waar ik aan denk ook. Nee. Heb je ze aangebeld echt? Ja. Ja. Deze man maakt geen grappen. Dries komt gewoon. Ja, ik woon in Milk. Dus, ja. Nou ja, dan kom je bij zo'n receptie en ik zeg, ja, ik zou willen praten om een keer Paradiso af te huren. Ja, je wordt teruggebeld. Nou, gebeurt nooit wat. Uiteindelijk is het toch gelukt en toen kwam ik binnen. Ja, eerlijk gezegd was het in een uur uitverkocht. Wauw. Dus ik kwam binnen en ik voelde me helemaal in een warm bad. Ik kende van die 1600 mensen, kende ik er 1000 persoonlijk, denk ik. Dus, nee, heerlijk aan. Je hebt gewoon je familie meegenomen. Ja. Heel goed. En toen waren daar 2 van die theateragenten. En die zeiden tegen de organisatie van mij, dat kan niet waar zijn dat die show alleen maar hier blijft. Dan moeten we mee het land in. En dat gaat nu gebeuren. Te gek, man. Te gek, ja. Sjoerd, is het een beetje jouw muziek ook? Ja, ik hou van Pearl Jam, Nirvana en Dries Roelvink. Ja, dat is de gouden drie-eenheid is dat. Ja, maar nu ga je de grote theaters in. Ja, ik bedoel, dat zijn de poppodia's. De poppodia die je gaat doen, ja. Kijk, ik dacht eerst, een theatertour had ik wel eens aan gedacht. Mm. Maar dan krijg je toch, ja, zit op publiek. Ja, dat is niet jouw publiek. En toen ik die sfeer van Paradiso had geproefd, ja, toen dacht ik, zo moet het blijven. Gewoon, de bar is open, één feest maken. En ja, ik zing niet alleen mijn eigen repertoire, maar ik heb in Paradiso bijvoorbeeld ook iets van Bowie gezongen, van Mick Jagger. Van Prince. En ik laat me van alle kanten zien, Jurgen. Je laat je van alle kanten zien? Mooi. Oké, we zijn benieuwd. Ja, en dat terwijl we je natuurlijk kennen van smartlappen, rossende mensen en rondschuimend bier. Juist. De laatste dagen ben ik wat afwezig. En loop soms wat te dwalen door de stad. De mensen vragen, waar ben jij mee bezig? Ik zeg ze dan weer dit en dan weer dat. Dat is een beetje async. Dat is gek. Je zong achter de muziek aan. Nee. Die, onze monitor is een beetje async. Ja, er ligt hier. Nee, 3 seconden achter de muziek aan. Ik heb vorige week een nummer opgenomen met de Metropoolorkest. Mm-hmm. En dat is een lied dat gaat over Nederland. Wat is er veranderd vanaf mijn jeugd tot nu? En met Metropoolorkest was zo te gek om te doen. Dat elk liedje wat hun spelen krijgt zoveel meer. Ja, het is... En ik ga er een clip bij opnemen en dat komt... Over 2 weekjes uit, dus daar... Nou, Dries, je blijft me verrassen. Dries, eerst clubtour, nu met Metropoolorkest. Ja. Maar je gaat ook weer een nieuwe reality-serie beginnen. Nou, er komt wel iets aan. Mm-hmm. We hebben een keer een dinertje gehad met John de Mol. En die zei van... dat heeft heel Nederland gehad een keer. De cijfers van even geen cent te makken. Ja, hij haalt aardig wat naar hem toe. Ja, precies. Dus de serie gaat even geen cent te makken. Die werd goed bekeken. Ja. En de Mol zegt, daar moet een vervolg op komen. Denk vast eens na over een lieder. En dat ga ik straks hier vandaan
doen. Proberen een leader te maken voor een nieuwe serie hier. Die er van ons gaat komen, ja. Maar wat we gaan doen, hebben jullie... Ik vind jullie nou creatieve mensen. Ja. Ja. Als ik nou zeg, de Roevinkjes gaan... Skiën, kanoën, bergbeklimmen. Ja, maar er moet een serie programma's worden. Een serie programma's komen. Denk even na. Ik ga erover na, ik kom erover mee. Ik denk altijd bij de Roevinkjes gaan los. Dat denk ik wel jullie constant losgaan. De Roevinkjes gaan los. Avontuur. Gaan op avontuur. Ja. Alles ja, ondergooien. Dan kan je alles onderdoen. Okay. Ja. En dan ga je 7 marathons lopen op 7 verschillende continenten. Roevinkjes, ja. Maar er is niet zo fijn dat je fans die op handen dragen natuurlijk. Maar voor een familieman als Dries, ja, en ze twee keer op persoons, bij wie het liefst optreedt ook als het even kan. En van wie ook het liefst komt. Complimentjes krijgt, is het gewoon zo dat we dat ook moesten doen in dit programma. Dus laten we even kijken wat zoon Dave zegt over zijn vader. Yes, dag vriendje, zoon hier al. Hey, ik wou even tegen je zeggen dat ik ontzettend trots op je ben. De meeste mensen die na zo rond de 60 komen, wat je toch ook al bent, die gaan een beetje naar beneden in hun carrière. Die moeten het een beetje uitzitten. Jij gaat alleen maar door. Het is niet te geloven. Ik ben ontzettend trots op je. En de Tour komt eraan. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop Nederland ook. En ik ben ervan overtuigd dat het een succes wordt. Ik zie je vriend, hou van jou. Ah, ja, mooi toch? Dat wil je horen. Ja, ja. Gaat hij ook met je mee op Tour? Ja, gaat een paar keer mee, ja. Een paar keer mee. Af en toe trek ik hem even op het podium. Als ik denk van er zijn veel jonge meiden, dan trek ik hem er even bij. Ja, dan weet je gewoon. Maar, en wat overblijft is voor pa. Ja. Ja. Nou ja, voor een man van 60. Moeder en dochter. Complimenten hoor. Ja, ik teken ervoor hoor. Ik teken er echt voor. Ziet er goed uit. Ik heb nog een paar jaar. 60 hè? Zo van 60. Dankjewel. Ja, 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 nu wordt hij verlegen. Nu wordt hij verlegen. Maar heb je ook zin in dit soort gezellig avondje mee te hossen op de muziek van Dries tijdens de clubtour? Ga dan voor de tickets naar zijn website. Juist. Het is tijd voor Willem de Weerhaan. Nou, niet te geloven. Het weer is net mijn carrière. Heel wisselvallig. Dit was het weer. Ja, maar we gaan dadelijk door. We hebben nog de aflevering zo meteen. Oké. Okay. Ja, we gaan om 8:30. Dan blijf ik. En we gaan door tot 9:30. Dus gewoon even blijven. Meer ja. Klassieker. En we gaan proberen om zo ver te krijgen om een liedje te zingen. Tot zo. Ja. Proberen.